I now have the honor to invite Harry van Bommel to come to the podium. And Mr. van Bommel, thank you so very much. And I cannot say in words how happy we are when you are here. Vrienden van Tibet, vanwege pure uitzichtloosheid, keiharde onderdrukking, gaan Tibetanen steeds meer over tot de ultieme wanhoopsdaad. En zoals u zojuist heeft kunnen horen, gaat het daarbij vooral om jongeren. Jongeren die overgaan tot zelfverbranding. Onlangs werd de trieste grens van 50 gevallen van zelfverbranding overschreden. En de reactie van de Chinese autoriteiten op deze wanhoopsdaad bereikte ook een dieptepunt. China merkt zelfverbranding aan als een daad van terrorisme. En op grond daarvan vervolgbaar. Dat is volstrekt absurd en verwerpelijk. En Nederland en de Europese Unie moeten dat veroordelen. Ondubbelzinnig. De toename van zelfverbrandingen en de Chinese reactie geven eens te meer aan hoe belangrijk het is dat er een luid protest blijft klinken tegen de Chinese onderdrukking in Tibet en van de Tibetanen. En ik wil u dan ook bedanken voor uw aanwezigheid hier vandaag. En ik zou ook graag de organisatoren van de Flame of Truth in Nederland en wereldwijd alle succes willen toewensen. In de petitie die hoort bij de actie Flame of Truth wordt terecht opgeroepen uit te gaan van dezelfde mensenrechten voor China als voor alle andere landen in de wereld. Helaas moeten we vaststellen dat door de grote economische en politieke macht van China we steeds meer overheden zien die een ander mensenrechtenbeleid voor China hebben dan voor andere landen in de wereld. Mensenrechten in China, mensenrechten schendingen in China worden steeds vaker door de vingers gezien. En dat is onaanvaardbaar. De Tibetanen, maar ook andere onderdrukte groepen in China, zoals de Oeigoeren, de Falun Gong aanhangers, de inwoners van Binnen Mongolië, zijn daar de dupe van. En ik heb de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, hier geregeld op moeten aanspreken. En ik kan u verzekeren dat elke keer dat mensenrechten moeten wijken voor economische belangen, ik de regering, wie daar ook zal zitten, of zal aanspreken. De huidige Nederlandse regering komt er openlijk vooruit dat in het buitenlands beleid economische betrekkingen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. En daarom, zegt de regering, moeten we ook met andere ogen naar China kijken. Daarmee is een levensgevaarlijke weg ingeslagen die de pas moet worden afgesneden. En ik ben dan ook zeer verheugd dat de vorige regering, de meest rechtse regering die Nederland zo'n beetje ooit gehad heeft, dat die regering is afgetreden en dat we een nieuwe regering krijgen. Dat biedt nieuwe kansen. En het is van het grootste belang dat die nieuwe regering, Tsering Yampa zei het, die nieuwe regering moet mensenrechten weer als uitgangspunt van het buitenlands beleid nemen. En ik roep onderhandelaars van VVD en Partij van de Arbeid dan ook op om die mensenrechten weer speerpunt te maken van het buitenlands beleid. Momenteel is de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties bijeen voor de jaarlijkse vergadering over de toestand in de wereld. Zwitserland heeft al aangegeven om bij die vergadering de mensenrechten in Tibet aan de orde te stellen. En ik roep de Nederlandse regering op datzelfde te doen. En ook roep ik de regering op de Flame of Truth actie te laten weer klinken in de vergaderzaal van de Mensenrechtenraad. De VN moet worden opgeroepen om onmiddellijk in actie te komen om de eerder aangenomen resoluties over Tibet uit te laten voeren en een onafhankelijke onderzoeksdelegatie naar Tibet te sturen om de huidige crisis te onderzoeken. Dat zijn de eisen van deze actie. Ik onderschrijf die volledig. Daarom heb ik vanzelfsprekend ook de petitie ondertekend. Het is de hoogste tijd dat de massale aanwezigheid van Chinese paramilitaire troepen bij de kloosters wordt beëindigd. Dat de onderdrukking van de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting stopt. En dat willekeurige arrestaties en martelingen
niet meer plaatsvinden. Ook moet er een einde komen aan de vele arrestaties van zangers, schrijvers, kunstenaars en anderen die in hun werk uiting geven aan het lijden van de Tibetanen. Dit alles zorgt voor een klimaat van angst en terreur onder de Tibetaanse bevolking. Het is hoog tijd dat de Tibetanen niet langer in dat klimaat van angst en terreur hoeven te leven. Maximale druk op de Chinese autoriteiten is daarom van het grootste belang. Mijn handtekening staat reeds onder de petitie Flame of Truth. En ik roep iedereen op hetzelfde te doen. Ik zal mijn collega Kamerleden, veel nieuwe Kamerleden, in het parlement vragen ook hun handtekening te zetten onder die petitie. Tenslotte put ik hoop uit een uitspraak van de Dalai Lama. Hij zei, ik citeer, er komt een tijd dat de waarheid overwint. Daarom is het belangrijk dat iedereen geduldig is en niet opgeeft. En dat moeten wij ook niet doen. Dank u wel. Thank you.